Het centrum van Heteren is nu nog een grote bouwput. Straks moet hier Hart van Heteren staan. Er komen woningen, winkels en een nieuw plein met fontein en carillon. Maar voor een kloppend hart is meer nodig dan stenen en winkels. Zo vindt de Stichting Hart van Heteren. Die stichting wil onder meer evenementen gaan organiseren en sociale activiteiten mogelijk maken. Daarom is een crowdfundingactie gestart. Het bedrag dat met die actie wordt opgehaald zal worden verdubbeld door de provincie. Zo maakte gedeputeerde Peter van het Hoog dinsdag bekend. Als alles volgens plan gaat, is Hart van Heteren eind 2022 af.